ben nog een beetje slaperig. Ik krijg zo weer geen nek. Master. Het is alsof je niet helemaal goed bent, hoor. Alsof? Joh, je bent eng. Oh, you hit me! Oké. Zo, hallo jongens! Hallo! Hallo! Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom bij weer een nieuwe, de slechtste brievenrubriek van Nederland, waarin Max en ik jullie vooral niet gaan helpen met al jullie vragen. We beginnen natuurlijk gelijk met de brief van de week! De brief van de week! Nou, dat was dit keer niet zo'n moeilijke keuze, hè? Hoewel, jongens, jullie zijn echt goed bezig. Er wordt echt een hele hoop goede shit opgestuurd. Ik ben echt onder de indruk. Het is een heel pakket, is het! Met allemaal kattenstickers. Check dan even de kattenstickers, hoe tof! We moeten een brievenopener. Zo terug. Want hij is weer dicht. En dan is hij straks openen. Hey! Kan ik dit op een t-shirt krijgen? Zeker. Vind ik metal. Er zitten allemaal dingen in! Oh jee. Jezus! Lieve Marije en Max, ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Vroeger zag ik 5% meer en kon toen nog een beetje lezen. Nu hoop ik dat het leesbaar is voor jullie. Het gaat proberen. Toen ik het berichtje van de slechtste brievenrubriek van Nederland zag, was ik meteen begonnen en wilde het zo snel op de bus doen, maar helaas heeft het vertraging gehad. Jullie weten een beetje waarom en ik moest wat geld sparen. Oh. Maar ik heb wat vragen voor jullie. Beginnen met, hoe zien jullie eruit? Wat voor kleur haar hebben jullie? Kort of lang, tatoeage of geen? Nou, dat is nogal een vraag. Ja. Marije ziet er vooral niet uit. Ik denk dat jij fan bent vooral omdat jij niet zo goed kan zien. Maar dat is echt niet... Marije heeft echt, wat je zou omschrijven, een hoofd voor radio. Denk ik. En toch zit ik op YouTube. Ja, dus dat is wel against all odds. En daarom is het denk ik een inspiratie voor velen. Ik daarentegen, ik zou mezelf omschrijven als een soort kruising tussen Clark Kent en Harvey Specter van Suits. You wish! En dan een soort lichaam van Alice eroverheen. Nou, dat een beetje, toch? Dat, voor mij heb ik het nu wel redelijk te pakken. Echt correcter kan niet, ja. Max? Max, ik heb een vraag aan jou. Ik ben vroeger vaak bij Kasteel Radboud geweest. Ik weet uit eerdere video dat je ouders daar vrijwillig zijn. Klopt, Kasteel Radboud, made in blik. Yes! Shoutout Radboud, S.O.H. Radboud. Dat heeft nog nooit iemand gezegd. Als Boef in zijn volgende nummer S.O. Radboud zegt, dan wordt het echt wel fijn. Ja. Als ik een goede dag heb, wil ik er wel heen. Maar dan moet ik aan dingen voelen. Maar mag dat? Of denk je dat het echt niet kan? Ik moet wel kijken met wie, want mijn begeleiding kan niet. En mijn mama en papa werken. Maar goed, ik hoop dat ik er een keer heen kan gaan. Ja, voor mij kan dat wel. Ze doen er helemaal niet zo moeilijk over, volgens mij. Volgens mij ook niet, nee. Het is best wel een kasteel. Het staat al een tijdje. Je duwt hem niet om, zeg maar. Nee, dat kan echt wel, denk ik. Ik zou daarheen gaan, als je daar tijd voor kan vinden. Super lachen. Ik vind het lachen. Ja. Ga daarheen. Ga erheen. Kasteel Radboud. S.O. Radboud. Max, ik moet altijd zo om je lachen en hoop dat ook nog lang te mogen. Ik hoop dat ook. Ik word ook een dagje ouder. Hè? We weten allemaal niet. Laten we genieten van iedere video die we hebben. Marije, je maakt altijd leuke video's en ik hou best vaak in dit gebeurt als marathon. Ah, kijk, dat is hebben. Top. Dat moeten we hebben. Liefs, Sean. Zeer verdiende brief van de week. Ja, hier hebben we dan nog denk ik een tegoedbon voor kazenvlees met mijn hashtag. Hashtag Team Kazenvlees. Deze is voor jou en deze is voor mij. Wow. Oh, dat zijn armbandjes. Dat is tof. Wauw. Oh, deze is ook helemaal stretchy. Dat is een sleutelhanger. Awesome. En een armband. Oh, nu hebben we matching armbandjes. Bracelet buddies. Aww. Check it out, we're bracelet buddies. That's what they'll call us. Auto sleutel. Sleutelhanger. Tada. Niet te strak, hè? Nee, mijn hand is meteen blauw. Overdrijf is ook een vak hoor, Max de Vries. Dat was wel een hele goede brief van de week. Ja. De lat is gelegd, jongens. Volgende brief van de week verwacht ik minstens toch wel echt een soort beeldhouwwerk uit marmer van ons. Ja, je mag wel van goede huizen komen, wil je het overtreffen. En ik weet ook niet wat het accent was, maar dat komt er dan ineens uit. Ja. Brief nummer 2, zullen we een e-mail erbij pakken? We gaan gewoon even een e-mail, want we hebben hier nog een paar echte, maar we gaan een e-mail pakken. Ja, even voor de afwisseling hè. Ja, precies, weet je. Mixed media. Mix it up. Deze brief is van
Sarissa. Hoi Max en Marije, ik heb al jullie video's in 2 weken bekeken. Wat zijn jullie leuk? Wow, dat is wel dedication. Ja, want hoeveel video's heb je al? Ik heb 100 video's. Jezus, Sarissa, ga eens wat doen met je leven, man. Keer 10 minuten. Dat is wel echt een hoop. Dit gebeurt er al, hoor. Dit gebeurt er al als je niks te doen hebt. Ja. Mijn vraag is, wat vinden jullie de leukste en wat de minst leuke eigenschap aan elkaar en waarom? Oeh. Ik wens jullie alle Pringles. En kaasvlees van de wereld toe. Hier is een Jenny Queen. Liefs, Sarissa. Oké, leukste en minst leuke eigenschap. De leukste eigenschap aan Max vind ik dat hij heel veel werkt en dan heel moe thuis komt en dan meteen gaat slapen. En ik dan alle heel veel rust heb thuis. En de minst leuke eigenschap vind ik dat als hij dan nu zo in het weekend dat hij dan wakker is en dat hij dan tegen me gaat praten en zo. Oké, okay, we're done here. Next. We hebben een brief. Nou, iemand komt weer met 2 vragen. En dat is niet volgens de regels. Maar ik heb een gedoogbeleid waarin ik het accepteer. Is dat Nederlands? Oké. Okay. Ik accepteer het. Oh, kijk nou, flamingo. Het ziet er wel uit alsof we hier wel weer toch wel... En dat hebben ze gedaan. Zodat eigenlijk zijn het allemaal aspirant kunstenaars. Die dan een brief schrijven en dan gaan wij hem voorlezen terwijl we eigenlijk hun artwork aan het promoten zijn. Zo. Ja. Dat is gewoon slim van jullie. Je moet even je Instagram hashtag hierin zetten. Ja, dat is marketing. Ja. Oké, hallo Marije en Max. Ik heet Marijn en ik ben 14 jaar. Ik vind je video's super leuk en grappig. Ik heb 2 vragen. De eerste is in welk land je zou willen wonen als het niet Nederland en Amerika waren. Go. Go. Australië, denk ik. Ja? Ik ben best wel veel in Australië geweest. Ik vind Australië heel leuk. Mijn 2e vraag is, wat zijn jouw favoriete Oreo's? Ja, weet ik. Heb je die? Ja, die dubbele dikke laag. Niet die dunjes. Double stuffed? Ja, double stuffed. Jij dan? Wederom had ik het niet meer oneens kunnen zijn met wat jij zegt. Wederom? Nee. Dit is een hele sterke comeback ook, die we hier zien. Ja. Nee, the original. Dat is gewoon, de originele Oreo is de beste Boring. Oreo. Boring! Al die andere bullshit is allemaal marketing bullshit om iets wat perfect is te proberen te verkopen. Oreos zijn Oreos en je moet ze ook niet eten. Je moet ze in vanille-ijs flikkeren in een blender en dan moet je ze opdrinken. Dat moet je doen met Oreos. Ik had het niet meer oneens met je kunnen zijn. Als laatste een shout-out naar mijn zusje Vera. Het's Ona Vera! Hoi! Wat is dit? Primavera. Dat is lachen. Primavera. We zijn in Italië geweest. Oh nee, Spanje. Tijdens het schrijven van de brief kreeg Vera een ding is een beroerte. Marijn. Vera ding is. PS, kijk op de achterkant. Hebben we al gedaan. Ja. Pas je te snel af. Ja, die gaat op. Die komt op het prikbord. Skitterend. Tijd voor de... Lifehack. Nou, ik heb er eentje. Ja, doe ik maar even. Ik las van de week namelijk een tip tegen slechte adem. Ik heb hem nog niet gebruikt. Want ja, duidelijk. Ruik... Oh. Ja, precies. ik kan dit bevestigen. Hopelijk werkt dit, mensen. Echt. Namelijk dat je wat kaneel in water moet koken. Dat in een glazen flesje moet doen. En dan in de badkamer moet zetten. En elke dag je daar je mond mee moet spoelen. En dat werkt dan heel desinfecterend en reinigend. En dan heb je geen slechte adem meer. Kaneel. Ja. Nou ja, dat kan heel goed werken natuurlijk. Nou, klaar. Prima, next. De laatste brief van de week. Nee, want er is geen brief. De laatste brief van deze week. Een briefje van Suzanne. Hallo Max en Marije. Ik heb een vraag, hoop dat jullie mij kunnen helpen. Natuurlijk! Een paar maand geleden. Een paar maand geleden? iPhone beslaat. Ben ik bij mijn vriend ingetrokken? Hoe kan ik zorgen dat het huis als mijn huis aan gaat voelen? En hoe kan ik hem overhalen om meer schoon te maken en een schilder in te huren? Ik wil van het mannenhuis af. Ik wil ook van het man in huis af. Dat is heel slecht, hè? Zo zie je maar. Leave the jokes to the pros. Liefst een trouwe kijker. Suzanne dus. Ja, ik heb ook het liefst een trouwe kijker. Hier is al veel beter. Suzanne heten we? Ja. Ja? Het gaat eigenlijk al meteen bij de eerste punt gaat het mis. Hoe kan ik zorgen dat het huis als mijn huis aangaat? Het is niet jouw huis. Het is hoogstens jullie huis. Suzanne. Zoals je weet heb ik zelf dit ook probleem.
Alles gaat mis. Ik kan helemaal niet meer. Dat is niet mijn methode. Ik heb dit zelf ook wel eens meegemaakt. Toen kwam dit bij mij wonen. En die had eigenlijk dezelfde problemen. En geloof mij in ieder geval dat het andersom ook zo is. Want zodra je er bent, voelt het voor hem in ieder geval niet meer als zijn huis. Dus dat gedeelte heb je al bereikt. En wat zit je met je handen te drummen de hele tijd? Het grappige is dat je geeft jezelf al antwoord. Want hoe kan ik hem overhalen om meer schoon te maken en een schilderij te huren? Blijkbaar heb jij wel ideeën over hoe je hem gaat laten voelen als jouw huis. Suzanne, mag ik het e-mailadres van de man waarbij je bent gaan wonen? Ik moet hem even een berichtje sturen, geloof ik. Ja. Ik weet niet of hij weet wat hij in huis gehaald heeft. Ah, oh, nou zeg. I live here now. Nou, ik snap het wel. Ik heb toen gewoon alles wit geverfd in jouw huis. Ik heb toen tegen Max gezegd dat hij alles wit moest verven. Ik heb zelf gewit, jongen. Nou, dat wil ik niet meer, hoor. Jongen. Maar goed, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Ik denk niet. Nee. Maar, ik denk dat dit de meest verwarrende brievenrubriek tot nu toe was. Ik denk dat we eindelijk het niveau hebben gevonden waar we voor gaan. Niemand snapt hier iets van. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze brievenrubriek. En wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En hou het straat. Tot de volgende keer. Doei.